Ik ben Sita van Helden, ik ben 34 jaar en mij kunnen ze 's ochtends wakker maken voor een concert van Ras Castellaudo. Ras Castellaudo is een Finse band opgericht uit 17 metal muzikanten. En die spelen in december speciale kerstshows. En dan gebruiken ze klassieke kerstnummers vooral en die doen ze dan in het Fins. En dan met een metal tintje. Ik ga in december naar Finland en naar het concert van hun, voor het eerst. En ik heb contact met een van de leden en die heeft geregeld dat ik ze mag ontmoeten. Dus dat is allemaal heel erg spannend. Alleen had ik dat ook echt niet gekund. Ik zou niet weten hoe ik dat alleen zou moeten doen. Dus ik heb mijn beste vriendin zover gekregen dat ze meegaat. Gelukkig. Dus ze kan me helpen en ondersteunen. Ja, ik heb altijd wel van metalmuziek gehouden, maar ik vind ook de Finse taal erg mooi om naar te luisteren. Heel moeilijk, maar wel heel mooi. En hun zingen gewoon altijd in het Fins. En ik kan wel redelijk meezingen, ik weet alleen niet wat ik zing. Maar het is gewoon hartstikke mooi om naar te luisteren. De songteksten van Google gehaald, overgeschreven papier en zoveel mogelijk de nummers draaien en mee proberen te zingen. De mannen, ja, ik vind de mannen natuurlijk geweldig, hè. Allemaal lange haren, ja, ik hou op mannen met lange haren. En Marco van Nightwish is de Viking van Finland, dus die is er waarschijnlijk ook bij in december, dat is hartstikke leuk. Maar ja, de mannen zijn wel, ja, daar ga ik ook wel voor, niet alleen voor de muziek. Als ik 's ochtends opsta, gaat gelijk de muziek aan. Of de DVD of de CD, maar het moet aan. Ik kan niet opstaan zonder muziek. Nog niet zo hard 's ochtends natuurlijk, want ik moet rekening houden met de buren. Daar word ik blij van. Gelukkig. Ik zou houden me op de been. Als iets niet lekker gaat in het leven en ik zet dit aan, dan is het gewoon weer goed.